Hallo Steenbok, leuk dat je weer kijkt naar deze Astro-Tarot-voorspelling voor oktober 2015. Mijn naam is Esther van Heerenbeek van Praktijk Esther van Heerenbeek, waarin ik mij dus bezighoud met astrologie, tarot en numerologie. En via deze filmpjes geef ik ieder sterrenbeeld, in dit geval ben jij dat dus Steenbok, via de Rider Weet Tarot meer inzicht een vooruitblik over wat je in de maand oktober 2015 in dit geval mag verwachten. Dus het geeft een tendens aan, een advies, een inzicht waarin je hopelijk wat mee kunt doen. Ik leg daarin dus drie kaartjes voor jou en ter afsluiting gebruik ik dan deze maand de dolfijnkaartjes die een bepaalde spreuk of boodschap nog meegeven die aansluit op de kaarten die ik net heb gelegd voor jou of die net een puntje op de i zetten als het ware. Nou, de eerste kaart die ik voor jou als steenbok voor oktober heb getrokken is deze 9 van staven. En dat geeft vaak wel aan dat je een pittige periode achter de rug hebt. En dat is je niet in de koude kleren gaan zitten. Het heeft je best wel geraakt. Dat kan psychisch zijn, dat kan fysiek zijn. Dat je moe bent of dat je daardoor slecht slaapt of daar nog steeds over na aan denken bent. Hoe dan ook, je hebt heel veel achter de kiezen en dat heeft zijn sporen nagelaten. Het is wel zo dat je er heel veel van hebt geleerd en dat je ook weet van nou wat je niet meer moet doen en wat je in de toekomst anders moet doen. Het is daarbij wel belangrijk dat je in oktober weer gaat werken aan het vertrouwen in de toekomst. Want door alles wat gebeurd is, heb je wel een beetje een knek gekregen, om het zo maar te zeggen. Je bent heel erg met dat verleden nog bezig, met wat je beter had kunnen doen, wat je dit of dat had kunnen doen. Maar ja, dat heeft weinig zin. Het is heel belangrijk dat je weer vooruit gaat kijken naar de toekomst. Dat je meeneemt wat je geleerd hebt uit die moeilijke ervaringen. En dat je weer vertrouwen hebt daarin. Luister daarin ook naar je gevoel, uit je gevoel ook. Want zeker als het je allemaal nog heel hoog zit en dwars zit, is het belangrijk dat dat gevoel naar buiten kan komen. Dus dat zijn hele belangrijke thema's voor jou deze maand. Zeker ook omdat er nog een grote arcana kaart bij komt, namelijk het oordeel. En dat geeft mij aan dat je in oktober op een belangrijk kruispunt komt te staan. Heeft dus heel erg te maken met die ervaringen die je hebt gehad in het verleden, in het recente verleden dus. Dat je nu toch wel moet gaan kiezen van welke kant ga ik nu op? Hoe ga ik het nu anders doen? En dan is echt de vraag van blijf je het op de oude foute manier doen die me energie kost, die niet goed is gebleken en waar ik niks positiefs uit haal? Of ga ik het op een andere manier doen? Trek ik de stoute schoenen aan en ga ik meer die kant uit die werkelijk bij me past en die goed voelt en die ook weerspiegelt wat ik heb geleerd uit mijn ervaringen? Dus dat is een heel belangrijk thema in oktober voor jou en dan is het ook van belang dat jij daarmee bezig gaat zijn. Maar zorg ook vooral dat jij je gevoelens laat stromen. Alles wat hoog zit, dat naar buiten kan komen. Want dat geeft ook een opluchting en dan kom je ook weer beter bij jezelf. En kun je ook beter op dat kruispunt, dat symbolische kruispunt, je beslissingen maken. Maar dat gaat goed komen als je daarvoor kunt gaan staan. What doesn't kill you makes you stronger. Dat is een mooie gezegde in het Engels bij deze kaart die ik daar een beetje bij krijg. Het dolfijnenkaartje voor jou voor oktober is: we zijn niet ons verleden. Met modder in je vleugels kun je niet vliegen. Nou ja, ik zei het net al. Ja, toeval bestaat niet. De juiste kaarten komen altijd ter tafel, heb ik inmiddels in de jaren ervaring ervaren. En dat geeft nogmaals aan dat je niet in het verleden moet blijven hangen. Het verleden ook niet je toekomst moet laten bepalen. Want ja, met modder in je vleugels kun je niet vliegen. Wil je vooruit, wil je op een positieve manier verder kunnen, dan moet je alleen het geleerde, de ervaring moet je meenemen en dat op een positieve manier gaan toepassen in de toekomst. En ja, dat gaat je vast en zeker lukken. Nou, wil je nou meer informatie over de tarot of astrologie of numerologie? Of wil je naar aanleiding van dit filmpje toch graag een persoonlijk consult?
Nou, alle informatie kun je onderaan deze film vinden, maar je kunt ook even surfen naar mijn website www.esthervanherenbeek.nl en dan kun je een afspraak maken voor een persoonlijk consult. Nou, rest me eigenlijk niks meer dan jou een hele goede maand oktober te wensen met heel veel goede en juiste beslissingen. Het is leuk als je deze filmpjes liked of een reactie geeft, want dan weet ik dat je er iets aan hebt gehad en ja, dat je het leuk vindt dat deze filmpjes gepost worden. Ik hoop je natuurlijk ook graag weer in november terug te zien en ja, hou je taai tot die tijd en graag tot ziens. Doei!